Goeiedag Telegraaf. Vandaag, 1 april 2001, was een historische dag voor de homogemeenschap in ons land. Want vanaf die dag mochten homo's met elkaar trouwen. Nederland had een wereldprimeur, maar vandaag mag er ook wezen. Op 22 november 2016 ging namelijk voor het eerst een staatshoofd op bezoek bij het COC. De Belangenorganisatie voor Homo's bestaat 70 jaar en vierde dat met koning Willem-Alexander. Het was zelfs nieuws in het buitenland vandaag. Bij ons in de studio nu onze koningshuisexpert Pieter Klein-Beernink. Pieter, welkom. Was het nou een beleefdheidsbezoekje of heeft hij ook echt wat met deze wereld? Nou ja, het werd een keer tijd zou je kunnen zeggen. De organisatie bestaat 70 jaar voor het eerst dat iemand van het Koninklijk Huis de organisatie bezoekt. Maar het past ook wel bij onze koning, want die houdt van jubilea. Dit is een mooie gelegenheid om langs te komen. En het past natuurlijk ook bij zijn rol. Hij wil alle groepen in de samenleving binden. En zo draagt hij uit, ook deze mensen horen erbij. Dat is zijn functie, maar wat vindt hij er nou zelf van? Ongetwijfeld denkt hij er zelf ook zo over, want hij begon over prinses Amalia, die op school had gehoord over Paarse Vrijdag. Dat is op 9 december, dan kleden alle kinderen zich in het paars om duidelijk te maken dat niemand uitgesloten mag worden. En Amalia doet daar aan mee. Dus... En Amalia doet daar gewoon aan mee, ja, blijkbaar. Maxima heeft ook wel eens een speech in deze richting gehouden. Dat was dit jaar, dat was voor een medisch congres, een medische gelegenheid in Amsterdam aan de universiteit, over transgenders. Oké, hoe zit het eigenlijk met homoseksualiteit in onze Nederlandse koninklijke familie? Ja, ik denk natuurlijk meteen aan Willem II, over wie wilde verhalen bekend zijn van voor zijn huwelijk. Hij zou allerlei homoseksuele relaties hebben gehad en daar ook voor afgeperst worden. Hè? Ja. En we hadden natuurlijk nog het verhaal rond Weile Prins Friso. Ja, dat hij zelf heeft laten ontkrachten door de Rijksvoorlichtingsdienst in 2001. Ja, dus daar hoeven we het niet meer over te hebben. Dat sloeg eigenlijk nergens op. Hoe zit het eigenlijk in het buitenland? Zijn daar homoseksuele relaties aan het hof bekend? Ja, we hebben natuurlijk de neef van de Britse koningin Elisabeth die pas naar buiten is gekomen. Neef van de Queen. Toch bijzonder uitgerekend voor Engeland, waar dat toch echt nog wel een taboe rust op homoseksualiteit. Ja. Hoewel prins William nog wel zijn best heeft gedaan om dat mede te helpen eraf te halen. Ja, dat klopt. Taboe. Op het blad The Attitude stond hij op de voorpagina zelfs. En heeft hij met zoveel woorden ook gezegd van het moet niet kunnen dat mensen omwille van hun seksualiteit worden lastiggevallen. En ook de Noorse koning Harald heeft zijn toespraak gehouden. In de trant van iedereen hoort erbij. Niemand mag op basis daarvan worden uitgesloten. Oké. Tot slot heb je nog een anekdote meegenomen over onze Nederlandse koningsmantel. Hè? Want die is wel heel thuis in de gay scene, geloof ik. Nou, zeker het origineel, want er moest een nieuwe koningsmantel gemaakt worden in 1948 voor koningin Juliana, die toen de troon betrad. En de oude koningsmantel heeft nog jarenlang dienst gedaan in de gay scene in Zwitserland. Hè? Hoe dan? Waar de couturier woonde, die de nieuwe koningsmantel heeft gemaakt. En die heeft hem gewoon meegenomen hij heeft en zelf goed gebruik gemaakt van de oude. Een goede sier meegemaakt, letterlijk en figuurlijk. Dankjewel dat je wilde aanschuiven, Pieter Klein-Beernink. En dat was het voor nu, Telegraaf vandaag. Bedankt voor het kijken. Fijne avond nog. Dag.